ノダリ・マイスラゼ組、ロシア。On the ice, representing Russia, Ilya Antipova and Nodari Maisurase. Is het derde Russische paar in deze competitie, Julia Antipova en Nodari Maisuratse. Vierde op het Russisch kampioenschap. We mogen hier starten omdat Volozhezhar Drankov niet deelnemen. De Olympisch kampioenen. We zagen ze in het voorseizoen bij de Russische Grand Prix. Vijfde werden ze daar. Wow, dat was een twistlift. Halleluja. Drievoudig, maar ook 3 meter hoog. Geworpen drievoudige flip. Een drievoudige toeloop. Tot slot, Axel Lassolift ook. Kijk eens, mooie variatie daarin. Dan was dat een goede kuur van Antipova en Maisuratse. Vierde in Rusland. En zij is piepjong, net 16 geworden. ,57 meter. Nou, niet enorm klein. Maar nog wel heel ilietjes. Wat is het knap om die hoge sprongen op te vangen. Als je nog zo jong bent en nog niet volgroeid. Deze Maisuratse die speelt ook in een band samen met wat andere schaatsers. En die band heet Seasons Best. Ja, je moet wat doen in je vrije tijd. Naast die 40 uur waarschijnlijk die ze trainen. Nou, het staat niet bij hoeveel ze trainen in Moskou. Maar het zal een fulltime job zijn. Artur Dmitriev zien we aan hun zijde.
oud Olympisch kampioen. En kijk hier naar die twistlift. Kijk eens. Wauw, ongelooflijk zeg. Goed hè? Inderdaad, 3 meter hoog, wat je al zei. Mooie geworpen sprong, heel ver geworpen. Ik heb even de scores van de mannencompetitie in beeld. En wat we al dachten, er zijn veel verschillen in die met name viervoudige sprong uit passen. Waar het inderdaad van 0 tot min 3 of van min 2 tot plus 2 vliegt. Maar wat nog meer opvalt is dat er waarschijnlijk 1 jurylid is geweest die vrijwel constant in de onderste regio een volledig de plank mis heeft geslagen. Bijvoorbeeld door Tjepoege al ruim 8 in de components te geven. En Victor Pfeiffer en al dat soort rijders. Dus die zit er constant eigenlijk naast. Het zal waarschijnlijk dezelfde zijn. En wat heeft ze de top dan, of ze of hij, de top gegeven? Ja, en soms zit hij ook weer in lijn. Ja, goed, dat is dus het punt. We weten niet wie het is. Nee. Scores van de juryleden zijn anoniem. Ja, zowel voor de techniek, de uitvoering van de techniek, als de components die de presentatiescore maken.